Je moet goede spitsen hebben. Ja. En die maken doelpunten. Gaat RKC degradatie ontlopen dit seizoen? Ik denk het niet. Ik heb daar mijn mening over. Ik heb wel vertrouwen in. Als ik een keer een wedstrijd kijk, hè. Heel soms. Ik heb jaren RKC een seizoenkaart gehad van RKC en ik gun het wel, waar ik wel de RKC er wel in blijft natuurlijk. Waarom denkt u dat? Ja, ik vind het gewoon een beetje pupillen voetbal. Omdat ze geen kwaliteit genoeg hebben. Je moet goede spitsen hebben. Ja. En die maken doelpunten. Ja. Kijk maar bij PSV en bij Feyenoord, ja, bij Feyenoord valt even tegen. Maar RKC heeft daar geen cent voor, dus ja. Omdat ze gewoon niet goed voetballen op dit moment. Je moet een beetje vertrouwen in hebben, hè. Als wij er geen vertrouwen in hebben, dan gaat het hun helemaal niet lukken, denk ik. Nou, ze hebben nog een paar mooie tegenstanders. Als, ja, daar hangt het vanaf. Als ze die verliezen, dan is het voorbij natuurlijk. En misschien waren ze wel een mats, weet ik het. Je kan er geen mee doen als spits, want ze kunnen geen doelpunten maken. Dat is het probleem. Ze spelen dit weekend tegen Vitesse, die staan ook in de degradatiezone. Gaan ze winnen? Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk het wel, ja. Ik heb er echt wel vertrouwen in. Ik verwacht dat ze gaan winnen. Ja, ik denk wel dat ze gaan winnen. Ik denk maar één punt verschil, maar ik denk wel dat ze gaan winnen. Ja. Ik denk dat ze winnen.